Het gaat slecht met het milieu. Recentelijk is gebleken dat mensen daar zelf grotendeels schuld aan hebben. Vandaar de vraag, wat doet u tegen milieuvervuiling? Ja, gewoon dingen in de prullenbak gooien. Afvalrecycling, onder andere. Glas, papier. Voor de rest eigenlijk niet zoveel, want ik rij een hele grote vervuilende auto. Nou, ik gooi wel altijd mijn spullen op straat, in ieder geval in de prullenbak. En op GroenLinks gestemd. Ja, ik probeer wel altijd te letten, zeg maar, dat alle lichtjes uit zijn. Als ik bijvoorbeeld niet boven ben, dat wel de lichten uit zijn. Maar niet echt heel bewust of zo. Recycleren en sorteren. Groene stroom. Biodiesel. Dat is het zo, denk ik. Winkelen en dan geen plastic zakjes vragen, maar mijn eigen tas meenemen bijvoorbeeld. Wij gebruiken altijd spaarlampen en groene stroom en weinig water. Ik heb een regenton om planten mijn water te geven. Eigenlijk alles wat kan, dat doen wij wel. Eigenlijk helemaal niks. Met de fiets gaan, vaak. Ja, ik ga wel met de fiets. Ja, jij school. Moet wel met de fiets. Ik heb een heel groot studentenhuis. En ik kom meestal als laatste thuis, midden in de nacht. En iedereen laat de verwarming altijd op 21 graden staan. En ik zet die altijd terug naar 15. Omdat het altijd heel veel energie kost om dat hele studentenhuis zo lang te verwarmen. En verder kan je alleen denk ik niet zo heel veel doen. Omdat ja, je hebt niet echt heel veel invloed op het hele milieu, denk ik. Dus je probeert wel je steentje bij te dragen. Maar het is natuurlijk allemaal wel heel erg beperkt.